Ten eerste natuurlijk om alle gebouwen gesloopt zijn. Ja. En dus dat was een hele verandering. En toen hebben wij als stichting Groot Deunk eigenlijk de boel aangeplant en ingezaaid. Ja. Dus er zijn veel bomen en struiken ingeplant. En zoals je hier ziet, een akker met verschillende graangewassen en bloemen. En dat hebben we dan als stichting Groot Deunk gedaan. Het terrein is hoe groot? Het totale terrein is ruim 4 hectare groot. Ja. En 1 hectare is van de Oranjevereniging in eigendom. En de andere ruim 3 hectare is van de stichting Groot Deunk in erfpacht van de gemeente Aalten. Dit zijn eigenlijk stroken die we ingezaaid hebben met inderdaad bloemenranden, graangewassen, boekweit, haver, rogge en gerst. En dat is eigenlijk om toch een beetje te proberen om de oude gewassen eigenlijk een beetje in stand te houden. En een soort strokenbeheer. En ook om te kijken om welke gewassen doen het goed op deze grond. En ook de bloemenranden. Op de gemeente Aalten worden heel veel bloemenranden ingezaaid om dus toch te kijken van welke mengsels doen eigenlijk het goed op bepaalde stroken grond. Ja, maar we komen meer dan zeg maar bloemrijke akkers. Wat doen jullie op de rest van het terrein? Dit is dan de akker, dat is een ruime hectare groot, maar op het andere terrein is kruidenrijk grasland ingezaaid. Ja. En dat kruidenrijk grasland, dat wordt één, misschien 2 keer per jaar gemaaid. En geoorst min of meer. En er zijn ook heel veel struiken en bomen ingeplant. En dat is weer een speciale beplantingsmethode. Dat zijn bijvoorbeeld een sleedoorn is al een grote struik. We doen geen kleine boompjes, maar dat is meteen al een grote struik. De vorm die jij eigenlijk oorspronkelijk geeft. Dan is er ook nog een hele natte plek. Ik heb me laten vertellen dat daar vroeger eendenvijvers lagen. Ja, dat klopt. Er waren oorspronkelijk, vroeger waren hier 4 grote vijvers. En 2 die zijn er, toen de gebouwen hier gebouwd werden, zijn die gedempt. En de andere 2 die zijn voor 2 maanden terug gedempt. En dat is eigenlijk nu een bronbos geworden. Ja. En dan komt eigenlijk het kwelwater van de essen. Die komen hierop uit en die gaan via een slootje naar beneden en verlaten het terrein, laat ik het zo zeggen. Maar het is eigenlijk het bronbos. En ja. Er was eerst nog wel een beetje een discussie over van, nou, is het wel echt een bronbos of nou, maar je ziet echt het kwelwater echt van de zijkanten eruit komen op allemaal op verschillende plekken. Het duurt altijd ons te lang af, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar goed, het moet goed geregeld zijn. Ja. En dat is het ook. Dus daar zijn we achteraf natuurlijk enorm blij mee. En wel het Barloze gemeenschap, maar ik denk hier de buurt ook. En dat merk je gewoon aan allerlei spontaan dat ze meedoen en opmerkingen dat iedereen er blij mee is. Ja, er staat ook nog een, hoe moet ik het noemen? Is dat een huis geweest? Het is mensen hebben er gewoond. De Oranjevereniging heeft het gebouw waar ze mee bezig zijn. En het andere gebouwtje, dat is een onderkomen voor de vleermuis, voor de huismus, zo staat het in het onderzoek. Ja. En dat moest blijven staan. Nou, daar moeten we nog echt mee aan het werk. En dat wordt dan ingericht voor de natuur. Dan moet je denken aan inderdaad voor vleermuizen geschikt. Nou, er zitten sneldekkers op, is voor de huismus natuurlijk iets minder. Maar goed, er komen wel kasten in voor uilen. Dus we proberen zoveel mogelijk voor de natuur in te richten. En zo biodivers mogelijk. Ja. Jouw kennende? Zul je ook graag het verhaal vertellen aan groepen mensen? Ja, dat willen we zeker. De stichting heeft ook het doel om educatie te doen geven en excursies. En mensen dus die geïnteresseerd zijn, die kunnen zich zeker bij ons aanmelden. We zijn bezig met een website. Dus er zal ook allerlei informatie op komen, maar ook de mogelijkheid dat mensen zeggen van nou, we brengen hier graag een bezoek aan het terrein en die kunnen contact met ons opnemen. En dat kan in principe nu ook al met Frans de Bocht en met mij. En
Het terrein is eigenlijk ook al gedeeltelijk ingericht doordat de Samen voor de Patrijs eigenlijk daar het initiatief toe genomen heeft om een invulling te geven op dit terrein. Ja. En Dion Temming, een landschapsarchitect, heeft daar een prachtig plan voor gemaakt, wat we dan nu eigenlijk kunnen zien.